Voor u staat een senior. En voor u staat een puber. Pardon, meent u dat, professor? Senior en puber? Dat is toch waanzin? Wel. Nee, het volstaat om de volgende gedachtegang te maken. Doorgaans ziet men de seniorenfase in een leven, de laatste fase, als een afhandelende fase, om niet te zeggen een aftakelende fase. Meer van hetzelfde, maar steeds minder en minder. Maar zodra je dat idee opzij schuift en je vraagt je af, hoe kan ik die laatste levensfase, de seniorenfase, het best kenmerken? Het curieuze antwoord, zoals ik hier verdedig, is als een puber. Denk even na de veranderingen die jouw lichaam ondergaat. Ik kan er over uren over onderhouden. Een boeiend onderwerp, althans zeker voor mij. Hoe jouw mentale leven verandert. Dingen die je beter onthoudt, slechter onthoudt, enzovoorts en zo verder. Met andere woorden, het is een fase die wordt gekenmerkt door precies de karakteristieken van een puberteit. Nu denkt u van, ja oké, dus dan zijn wij blijkbaar pubers als senioren. Maar trek de belangrijke conclusie daaruit dat dit moet betekenen dat je jou ook als zodanig zult gedragen. Je moet je gedragen als een puber. Met andere woorden, je moet een ambetant iemand zijn. Je moet lastig zijn voor jouw omgeving. Je moet laten horen en merken dat je er bent. Met andere woorden, je moet een, maar met smaak, een pijn in het gat zijn. Zeg maar dat ik het heb gezegd.